Een hele goede morgen op deze donderdag. Ik ga vandaag denk ik een paar keer live, maar ik ben gewoon een klein beetje enthousiast over wat er zojuist is binnengekomen. Ik weet ook nog niet zo goed hoe ik dit in de unboxing film moet laten zien, want het is best wel veel. En ik denk dat jullie anders vrijdagavond ook wel een beetje gek worden van me. Dus ik ga jullie even laten zien hoe de crystal paintings eruit gaan zien. Dus ik heb hier twee dozen en... ik zit op de grond, want ja, ze passen gewoon niet op tafel. Ik weet nog niet of we alles in beeld gaan krijgen. Ik heb natuurlijk een klein statief bij me in de winkel, dus we gaan het gewoon zien. Ik ga het beeldscherm omdraaien. Kijken, als het goed is mag dat. Nou, ik vind toch dat Facebook zijn knopjes beter moet hebben staan. Ja, kijk. En dan is er dus binnengekomen. Tadaa! Kijk eens. Oh, wat is die mooi. Nou, als je hier niet vrolijk van wordt. Echt, het doek is al compleet. En op deze grootte kan ik je ook al laten zien hoe dat gaat worden. Want deze hebben wij nog niet besteld. Maar we hebben wel al de finished project van deze. Want we hebben een aantal gemaakt en af. Kijk eens, hoe mooi. Dit is er dus eentje die we nog zeker bij gaan bestellen, nu ik de kleuren ook zie. Dus schitterend, hè? Dat zijn er twee. Deze kan ik wel laten zien. En ik hoop dat de makers die hem gaan besteld hebben heel erg blij gaan worden. Want deze is al verkocht, jongens. Even kijken. Dan hebben we hier eentje. Als ik het zo doe, misschien werkt het dan. Wauw. Jongens, ze zijn wel heel erg mooi hoor. Het is echt een geweldig formaat ook. Ook van dit formaat kan ik jullie al laten zien wat het finished project is. Ik heb deze van Venetië nog niet besteld, maar ik heb wel al een hele mooie staan hier. Oh. Het is toch wel heel gaaf hoor, jongens. En het zit dus op canvas. Dus je kunt het hierna gewoon zo ophangen. Dus dat is wel geweldig. Even kijken. Dan hebben we... dit vind ik zelf een van de mooiste. Tijgers in de sneeuw. Het zijn overigens... sommige zijn full paintings en sommige zijn partial paintings. Dus we hebben meerdere soorten. Dan hebben we deze. Het bootje. Het water. Deze vind ik zelf ook wel heel erg gaaf. De pandaberen zit hier achter trouwens ook nog een pandabeer verstopt. Dus uiteraard wolven jongens. We hebben een wolven. En hij is full painting. Dus dat is ook wel gaaf. Staat er ook bij of dingen full painting? Ja, staat er ook bij of ze full of partial staan. Volgens mij. Full. Eens even kijken hoor. Ah, dat... erg makkelijk jongens. Ik heb er natuurlijk zoveel gezien op de beurs. Kijk eens. De dolfijnen. En dit is dan een partial. Ja, dat was te zwaar voor de doos om ze allemaal vast te houden. Dat zat er natuurlijk ook wel in. Kijken, dat waren die. Dan heb ik nog een doos. Even kijken, daarin zitten ook wat kleinere. Dat is onder andere deze kat. Het is een canvas board. En er zit al een stokje bij. Dus je kunt, of een ezeltje bij. Dus deze kun je gewoon maken en daarna op een ezeltje zetten. En daar hebben we ook deze van. Schitterend. We hebben deze. Dus dat zijn er, ja, toch even anders. Ander formaatje. En dan... hebben jullie vandaag al een foto gezien natuurlijk? Want Pascal is al bezig thuis om deze te maken. Die foto heb ik zojuist gedeeld. Dus daar is Pascal mee bezig. En daar zit, het staat er al, LED Crystal Art Kit. LED houdt in dat er een lichtje in zit. Dus zoals bijvoorbeeld hier zo, met het huisje. En die kan ik jullie ook gelijk laten zien, want kijk... die hebben we al. En het fijne is van deze. Ik kan jullie dus gelijk laten zien wat er gebeurt als ik het lichtje aanzet. Ik hoop ook dat jullie het kunnen zien. Maar geweldig toch? Dit is de, en het is gewoon helemaal af. Nou, deze heeft ook LED. Dat is de kerk. Dit is ook een sneeuwgezicht met lichtjes. En ik heb hier ook nog een kerk met lichtjes. En dan heb ik er hier nog één. En die is afverkocht, volgens mij. Volgens mij was dit degene die afverkocht is. Er was een kat die er buiten kijkt, die een beetje nieuwsgierig is. En dan hebben we verder. Nou ja, we hadden van de week al wat kaarten, maar de meeste kaarten zijn al op. Dus we hebben de kaartjes weer terugbesteld. Deze leuke setjes komen dus gewoon compleet. Met een kaart waar alle cijfertjes en nummertjes op zitten. En daarbij zitten dus alles is compleet. Dus het is gewoon heel gaaf. Hé Gabrielle. Nou, je weet gelijk dat je je bestelling kan halen. Want je zit al te kijken. Het wolfje. We hebben hem binnen. Het was even zoeken. Even kijken hoor. Ook hier de kat. Dit is de kleine kaart van deze. Die hier in een LED-verlichting zit. Dus dit is dezelfde afbeelding die je hier hebt. Kan je hier dus in een grote afbeelding met LED. Even kijken, dan moet ik even zoeken. Deze, nou ja, daar was het allemaal mee begonnen. Deze kaart natuurlijk, want dat is de fijne feestdagen die ik vorige week op de beurs meekreeg. En waardoor ik hem ben gaan maken. En dat heet bij mij ook gewoon een beetje het product testen. Kijken wat het doet, kijken of het mooi is. En toen kreeg ik al heel veel vragen van, ga je die ook verkopen? Ja, natuurlijk gaan we die verkopen, want het is gewoon een leuk project. Het is gewoon ook heel erg leuk. Er zitten al enveloppen bij. Kaarten zijn 18 bij 18. Het is ook heel erg leuk om met je kinderen te doen. En dan bijvoorbeeld aan opa en oma een leuke kaart te geven. Of opa en oma die een leuke kaart voor hun eigen kinderen maken met hun kleinkinderen. Het is voor kinderen ook gewoon makkelijk om te doen. Dus het is niet een heel groot projectje. Maar wel gewoon heel leuk om te doen. Dus even kijken. Ik heb er hier nog een. Van een kat in allemaal en bloemetjes. En wat hebben we nog meer? Oh ja, deze vind ik ook wel heel erg mooi. De unicorn. Het zijn gewoon leuke kaartjes. Ik word hier heel erg vrolijk van als ik dit zie. Ik vind deze ook gewoon heel erg gaaf. En deze is natuurlijk ook ontzettend leuk. Een leuke prinses in de sneeuw. Waar erg om gevraagd was, was deze. De dolfijnen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe die er dan uitziet. En ja, alle dolfijntjes mogen gepaint worden. Dus dat is ook wel weer leuk. Even kijken. Nou, die hadden we een aantal keren. Dan hebben we nog eentje voor de feestdagen. Het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Er zitten nog meer paintings in. Dus ik moet even naar onder toe ook. Want ik heb nog een formaat. Oh ja, nog één voor de fijne feestdagen. Die hadden we ook al laten zien. Ja, we hebben heel wat besteld. De pinguïns die een Christmas Carol zingen. Kijk, ik ben er al bijna hoor jongens. Nog veel meer verrassingen. Kijk eens, leuke puppy voor de kerstboom. Nou, in dit geval doe je de puppy doe je. En kijk, ik zie daar hele grote. Dus ik vermoed dat ik hier eentje heb. Waar dus ook groot, ja. Ik kan ze hier al achter zien zitten. Er zitten hier dus ook grote diamonds in. Want dat zijn de kerstballen die hierachter moeten. Ik kan het altijd al aan de plaatjes zien wat er dan moet gebeuren. Kijk, zoals je ziet een N en een M. Dat zijn dus twee verschillende kleuren. Een rozige en een blauwige, zo te zien. Je kan het meestal aan de kleur al zien wat je moet gaan doen. Ik vind ze super lief, jongens. Ik ben fan. Maar dat mag duidelijk zijn. Oh. Even kijken. Oh ja, joh. Kijk eens. Ik vind deze ook schitterend, zeg jongens. Geweldig. En dachten jullie van deze? Ik bewaar nog steeds een paar paintings, want ik heb er nog een aantal te laten zien. Ja, Wat heb ik nou nog meer? Ja, die hebben we laten zien. Dan heb ik er nog een paar om te laten zien. Dat is deze. Dat is de telefooncel. En deze. Het voordeel van die telefooncel. Eén momentje graag. Die heb ik hier al uitgepakt liggen. Want ik wil hem zelf gaan maken. Even kijken. Deze is 20 bij 20. Zit ook al een mooi houtframepje in. Alles zit er gewoon bij. Heel vaak zitten er bij deze pakketten 2 pennetjes al en 2 bakjes. Dus bij bijna al deze pakketten is alles dubbel. Dus kan vaak al met z'n 2 aan de gang. Dus het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Ik hoor dat mijn batterij bijna leeg is. Want ik mis natuurlijk nog één hele mooie. Maar hij is wel geleefd hoor jongens. Kijk eens. Deze is, 40 bij 90. Dit is een plaatje. En dan heb ik nog wat leukers. Wij hebben ook lijm. Dus je kan hiermee dus al je overgebleven diamantjes en steentjes gewoon op andere dingen plakken. En dat gaan we dus ook leuk even testen. Dus ik heb de lijm ook al besteld. Is gewoon erg leuk om te doen. Lijm staat nog niet online, zit ik me net te bedenken. Maar ik ga hem eerst testen en dan kom ik daarmee met een paar leuke artikelen terug. Ik zou zo zeggen, ik geloof dat ik aardig wat te doen heb voordat jullie zo komen. En ik kom er vandaag nog wel 1 of 2 keer in. Dus het is donderdag en we gaan het een beetje apart doen, want het is te veel wat er binnenkomt. Het is te veel wat ik wil vertellen. Dus ik hoop dat jullie dit in ieder geval al leuk vonden om te laten zien. Ik heb nu gewoon live een keer met jullie uitgepakt. Ik moet de lijm even uitrekenen, Gabriella, want ik heb helemaal niet gekeken. Ik was alweer vergeten dat ik die ook meebesteld had. Ik geloof dat die ergens op een tientje per tube komt. Maar dan kan je met je overgebleven steentjes wel overal op plakken als het goed is. Ik reken hem even uit. Die moet ik dus ook even op de site zetten. Ik heb er een paar ideeën mee, dus er komt nog veel meer aan, kan ik jullie vertellen. Want dit merk is voortaan dus ook naast de Diamond Dots gewoon vast in ons assortiment. En ik weet dat ik nog 3 merken besteld heb. Dus jongens, qua diamond painting zitten jullie gewoon goed hier al. Dus hou het in de gaten. En bedankt voor het kijken. En ja, kijk even op de site. Dan zie je gewoon hoe het eruit ziet. En wil je weten hoe het er echt uitziet, ren naar de winkel en kom kijken bij me. En ja, gezien de kaarten er van de week allemaal uitgevlogen zijn, wacht niet te lang. Tot straks!